Mijn naam is Ronnie Overgoor en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. In opdracht van Centraal Beheer Zakelijk presenteer ik de serie Gouden Duo's, waarin ik in gesprek ga met ondernemersduo's. Hoe is hun samenwerking ontstaan en wat is het geheim van hun succes? Wat is hun gouden formule? En in deze aflevering van Gouden Duo's praat ik met Tessa Duste en Nina Sikkinga van Makers of Sustainable Spaces, oftewel MOS. Wij gaan praten over jullie onderneming en we gaan met name ook inzoomen op jullie als ondernemers duo. Voor de mensen die Makers of Sustainable Spaces niet kennen, kun je het kort het verhaal vertellen? Makers of Sustainable Spaces is eigenlijk ontstaan vanuit de gezamenlijke visie die Tessa en ik hadden op hoe de stad van de toekomst eruit moest gaan zien. 80% van de wereldbevolking woont straks in een stedelijk gebied. En die steden zijn gewoon momenteel niet meer de plek per se waar je altijd wil zijn. Nee. Merk ik denk ook wel nu in de coronaperiode. En dat was aan het begin heel erg vanuit het idee van dat de stad, de buitenkant van gebouwen, dat we dat konden gebruiken om de stad te vergroenen en te verduurzamen. Maar we natuurlijk ook gezien hebben dat steeds meer mensen zitten met burn-outs, ziek zijn, niet graag de hele dag op de kantoor of de werkvloer zijn. Dus hebben we het eigenlijk gezien als Makers of Sustainable Spaces doet alles gebouwgebonden aan groenoplossingen in letterlijke zin van het woord. Dus echt met planten bezig zijn. Maar dat geldt dus niet alleen voor zeg maar, het inrichten van kantoorplekken bijvoorbeeld. Dat gaat veel verder dan dat. Ja, in principe wel. We hebben kantoor is natuurlijk wel een heel interessante omgeving, omdat daar je veel kan bereiken met groen. Inderdaad, wat Nina net zei, terugbrengen van echt het well-being. Weet je wel, waar staat een bedrijf voor? Waar staat een gebouw voor? Je moet denken aan de mensen en de medewerkers die erin zitten. Dat zij gezond zijn, dat ze het fijn vinden om naar die plek te gaan. Dus het is wel een hele interessante business case. Maar je kan ook aan scholen denken of aan ziekenhuizen. En dus we verkennen wel de mogelijkheden van wat wij doen. En of dat dan binnen is of buiten, dat is in principe alles gebouwgebonden. En je vaart natuurlijk heel erg op een beweging of een trend op dit moment. Kan me wel iets bij voorstellen, toch? We zijn in 2013 ooit begonnen met ondernemen. Dus we zijn begonnen met RoofLife. En dat was echt puur met wat? RoofLife. En dat was een bedrijf wat zich focust op het vergroenen van daken. Dus echt sedumdaken. We wilden gewoon die vijfde gevel gebruiken van de stad om een gezondere stad te maken. Nou, dat was echt trek aan een dood paard toen de tijd. En inderdaad is op een gegeven moment, ik weet niet, de architecten hebben de knop gevonden van architectuur, daar gaan we groen op zetten. waanzinnig. En daar hebben wij inderdaad, wij waren er al wat langer mee bezig. Dus dat was voor ons eigenlijk een hele goede ingang. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen? Wij woonden al samen in Delft. Nina is architect en ik industrieel ontwerper. Aha, jij bent architect? Ja. En jij bent industrieel ontwerper? Ja. En studeerde allebei in Delft? Ja. En waar leren jullie elkaar kennen dan? Studiewise of kroegwise? Huis. Huis. Van beide. Ja. En toen vonden we toch altijd wel elkaars kamer om. Hadden we weer een nieuwe designopdracht of een gek idee. Dus we hebben meegedaan aan een grafische ontwerpwedstrijd van de HEMA samen. En wel een oorbellenmerk en nou, van alles en nog wel. Maar dus allerlei leuke, spontane ideeën konden we elkaar altijd heel erg in vinden. Ja. En hoe kwam dat RoofLife dan tot zeg maar, laten we het even project 1 noemen. Ja. Want daar is het kiemetje geplant. Want hoe ontstond dat? Ja, dat kwam door mijn stiefvader. Die heeft een dakdekkersbedrijf en die nodigde mij uit om mee te denken eens een keer in een brainstorm van oké, hoe kan ik daar wat wat duurzamer in worden en wat is daar de richting van? En toen had ik Nina uitgenodigd van hey, kan je niet even meedenken in deze brainstorm sessie? En toen hadden we zoveel ideeën en opmerkingen over hoe hij het moest doen, dat hij zei van waarom doen jullie het lekker niet zelf? En toen? En toen dachten we, oké, dan gaan we dat maar doen. En toen? En toen zijn we begonnen. Maar hoe dan? Ja, brainstorm over een naam. Ja? We dachten van dat moet wel bij naam beginnen. Ja, altijd met de naam beginnen. Bedrijf, dus er moest wel een nieuwe bedrijfsnaam en daar dan een website omheen bouwen. En dan heb je een website en dan heb je geen content. En geen klanten. Dus dan ga je op internet de eerste plaatjes zoeken die je dan soort van gratis
als website. Je hebt geen één project. En dat is natuurlijk het allermoeilijkste aan beginnen met ondernemen. Maar heb je ook, zijn jullie toen al meteen ook naar een KVK zo hebben jullie ingeschreven? Of heb je gewoon, zeg maar, gewoon als projectje? Nou, we werkten toen nog als freelance of als ZZP'ers. Okay. En langzaam is dat zo verder ontwikkeld. Ik ben toen fulltime gaan werken. Nina was parttime begonnen om eigenlijk een beetje zo'n overdracht te hebben van kijken hoe het zich ontwikkelt. Ja, toen het ook begon, toen was jij nog bezig met afstuderen. Ja. En ik was al 2 jaar, ik ben niet aan het werk. Ja. Dus ik was al aan het werk. Dus ja. Het was niet voor mij op dat moment niet handig om direct mijn baan op te zeggen. Nee, en het sloeg ook nog nergens op. We waren nog heel erg aan het zoeken, ook of we dit wel wilden. Ja. En ja, als we er al wat mee verdienden, konden we er nog niet eens 1 persoon van betalen. Nee. Dus dan, en hoe is dat idee van Roof Life, zeg maar, geëvolueerd naar wat nu MOS is? Ja, dus we zijn in... dit is een klein wereldje, dat groen wereldje. Ja. Dus als je er eenmaal in zit, dan ken je ook iedereen. We zijn op dat moment tegen onze voormalige partner aangelopen, Philip van Tra. Daar zijn wij... die had het eigen bedrijf ook, Grown Downtown. Daar zijn we mee gefuseerd. Dat vulde elkaar heel goed aan qua kennis, verschillende persoonlijkheden, maar ook in portfolio. Ja. Dat je dan toch samen wat meer hebt. En eigenlijk is toen heel snel, kreeg ik op een gegeven moment een telefoontje vanuit Booking.com. Of we mee wilden doen aan de tender voor de nieuwe campus. En ik was echt totaal in shock aan de telefoon. Ik dacht, bedoelen ze wel mij? Ja. Of ons bedrijf? En ik ook nog echt zeg van, oké, weet jullie dat zeker? Maar ben je serieus? Ja, het was zo'n groot project. Ik dacht, dat kan niet. Weet je? We waren met z'n drieën, dus dat was voor... Dat zijn niet te weten. Nee, nou ja, dat wisten ze natuurlijk wel, stond op de website. Ja. Maar toen hebben we die tender gewonnen. Maar waarom hadden jullie benaderd? Ja, omdat er toch maar eigenlijk weinig partijen waren die met gebouwgebonden groen al bezig waren. Dus zeker echt, op het niveau waarmee... Ja, zij wilden echt... En ze wilden niet een campus bouwen, maar echt een stad in een gebouw maken. Dus dat moest, dat moest groen ademen, een daktuin, alles binnen moest groen. Het moest echt de plek worden waar al hun werknemers van wereldwijd graag zouden komen. En dat werd een opdracht? Ja. Een grote opdracht? Dat is denk ik nog tot steeds toe wel een van de grootste opdrachten ook die we hebben. En was dat de start van het nieuwe bedrijf? Want die partner van toen, is die er nu nog? Nee, dus wij zijn toen, omdat we gefuseerd zijn, hadden we 2 namen. Grown Downtown was zijn bedrijf en Roof Life was ons bedrijf. Nou, 2 onwijs specifieke namen. Roof Life gaat echt over het leven op daken. Grown Downtown, dat ging echt over producten die lokaal geproduceerd werden. Dat klopte eigenlijk niet meer met onze visie. Ook met het verhaal wat we wilden vertellen naar de mensen, de klanten en ook die bij ons kwamen werken. Dus toen hebben we de 2 bedrijven MOS, dus Makers of Sustainable Spaces, en Herbs opgericht. En Herbs was een kruidenabonnement service met lokaal gekweekte gewassen in Amsterdam. Beschrijf jullie taakverdeling of rolverdeling eens? Ja, ik ben denk ik wel meer echt de creatieve van het... Van ons 2, iets meer zeg maar echt de echte creatief, niet dat Tessa helemaal niet creatief is, maar een nep creatiefje. Ja, dus nep creatief. Maar ja, dus zeg maar echt de creatieve processen en dus zeg maar de uitingen naar de buitenwereld, zeg maar grafisch, zeg maar de website, dat ligt echt meer aan mijn kant. En dan spreek ik voor jou natuurlijk, maar dat de organisatorisch en de kracht van ook textueel. En hoe we ons verwoorden, dat weer meer bij de kracht bij Tessa ligt. En zaken als sales en operatie aansturen, gewoon dagelijkse aansturing, dat alles goed loopt. Wie doet dat? Ook echt totaal verdeeld. Ik doe momenteel de financiën. Tessa doet meer de HR. En dat is ook een beetje een soort van, ga jij dat doen, dan doe ik dat. En op zich kunnen we dat beide wel. Ja. Het is best wel een mooie combinatie tussen... Het gaat vrij natuurlijk. Inderdaad, ik doe meer dan die organisatorische soort zakelijke kan. Maar het is niet dat Nina dat niet kan of dat ik niet die creatieve processen kan doen. Alleen de sterktes liggen daar wel. Jullie hebben het niet strak echt verdeeld? In de zin van, oké, jij doet finance, jij doet dit, jij doet dat. Nou, dat hebben we dus nu wel. Okay. Het is wel zo ontstaan. Maar bij Herbs bijvoorbeeld was het... Anders, weet je, deed ik veel meer operationeel en niet meer de grafische kant, deed ik meer de sales. Maar hier bij MOS doen we eigenlijk beide sales. Nina, de netwerk ligt ook heel erg in, voor MOS is dat heel waardevol. Mm. Natuurlijk alle ja, architectuur vastgoed is natuurlijk ook wel uit mijn achtergrond van mijn studie zitten heel veel mensen. Want ik weet niet of draaien jullie tonnen omzet, miljoenen omzet? Kun je daar iets van, of hou je dat strikt geheim? Of voor mij niet tonnen,
Tonnen. Tonnen. Ja, maar geen miljoenen. Ja, willen we wel? Het is meer dan één in ieder geval. Sowieso, ja. Nee. Kunnen daar ook, nee, maar het bedrijf is al wel zover dat jullie kunnen prima salaris eruit halen. Ja. Zo'n bedrijf. Nee. En zo'n project als Booking, dat zijn best grote trajecten, toch? Ja. Is dat juichen dan, als je die binnenharkt? Nou, dat geeft zekerheid. En dat is natuurlijk... dat is verschillende type bedrijven kan je natuurlijk hebben, waar bijvoorbeeld een Herbs als een abonnementservice. Dus daar weet je dat als je... Het is aan het begin heel erg opbouwen, maar je weet dat je maandelijkse inkomsten krijgt. We zijn echt nu op dit moment een urenfabriek. Echt het concept leveren jullie. Ja, en in het verleden hebben we ook wel eens de aanleg en het onderhoud gedaan. Maar daar heb ik toch toen de beslissing genomen op dat moment dat het... daar andere partijen beter zijn en meer middelen voor hebben. Mm. Ook ander soort bedrijf heb je dan. Mm. Verzekeringen ook nodig. Ja. En nu zijn we echt een urenmachine waar we wel ook weer zitten te kijken van... hoe kunnen we toch voor onszelf ook iets meer zekerheid creëren daar weer in. Zijn jullie het wel eens oneens? Die vraag krijg ik best vaak. Niet heel vaak. Zijn niet vaak... Ik zeg niet vaak, maar ik weet eigenlijk niet eens. Voor mij niet. Niet. Ik weet niet eigenlijk. Klets, heel nooit oneens. Nee, ja, ik zweer het. Nee. Wat is het geheim van jullie als team? Wij samen. Wij ja? als team. Ja? Gekkigheid, gewoon lachen. Ja, ik denk dat, zeg maar, we zijn vriendinnen, maar we zijn ook wel, zeg maar, en we houden privé en zakelijk sowieso wel best wel gescheiden op de een of andere manier. Maar ik denk toch wel dat we ook al... hebben wel echt dezelfde manier van over processen nadenken. Dat we elkaar heel erg aanvullen in bepaalde krachten die ik echt niet heb. Waarvan ik denk, nou, dat is zo chill dat Tessa dat wel heeft. Mm. En dat zijn niet eens echt heel hard de benoemen krachten. Mm. Maar toch merk je dat dat in het ondernemen wel echt helpt. En ik denk dat ook een van onze krachten is, en dat is ook de afgelopen jaar voor mij onwijs gebleken, dat ik gewoon weet dat ik Tessa echt 200% kan vertrouwen. Ik heb nooit getwijfeld aan als zij mij iets toezegt, dat ze dat niet zou doen of dat ze dat niet eerlijk is. En denk dat daar gewoon een hele grote kracht in zit. Want zodra je ook maar een beetje twijfels hebt in je partner, dan is dat gewoon heel gevaarlijk. Maar jullie zijn ook vrienden. Ja. Zo is het wel ontstaan in ieder geval. Nee, maar bedoel, dat maakt het ook spannender, lijkt me. Toch? Ik bedoel, dat ligt meer in de... Het belang is supergroot. Stel dat dit zakelijk... op een gegeven moment zodanig spanning oplevert dat het knalt, kan het ook de vriendschap kosten. Ja, maar dat is dus iets wat we allebei heel belangrijk vinden, die vriendschap. Dus daar is niks belangrijker dan dat eigenlijk. Dus alles wat zakelijk dan gebeurt, dan weet je van, nou, we gaan hier uitkomen. Want we hebben die vriendschap en die vinden we veel waardevoller. Wat zijn de plannen voor de toekomst? We zijn naar internationalisatie aan het kijken. We merken dat het onderwerp groene architectuur nu steeds belangrijker begint te worden, ook in andere landen. Dus we zijn aan het verkennen van verschillende regio's op dit moment. Oké, wat is de status op dit moment en welke rol zouden we daarin kunnen spelen? We zijn naar de Aziatische markt aan het kijken en daar zie je dat ze eigenlijk, even afhankelijk van welke stad alleen al, maar... We zijn dan nu specifiek in Hongkong aan het kijken dat ze daar eigenlijk een beetje op het punt van Nederland 5-8 jaar geleden stonden. Maar bijvoorbeeld de Amerikaanse markt, die is eigenlijk al op het punt dat ze onze steun of onze service nodig hebben. Mm. Dat is nu voornamelijk in de verkennende fase van oké, wat zou daar voor MOS kunnen liggen? Wat zijn de mogelijkheden? Maar daar zien we wel een hele grote en leuke ambitie, een leuke toekomst liggen voor ons om daar naartoe te gaan. Spannend om te kiezen. Aan de ene kant zijn ze het conceptbureau, zeker als ik jullie website zie. Tegelijkertijd ben je ook bijna een soort consultant, waar je natuurlijk veel breder kan gaan dan planten. Hè? Ja, want als je noemt het sustainable spaces. Ik bedoel, heel Rijksvastgoedbedrijf is bezig met remontabel bouwen en met circulair. En dus je kan, zeg maar, richting de advieskant op. Ja. Of je kan richting die creatieve conceptkant. Als je moet kiezen, wat zou jij dan doen? Ja, voor mij is het creatief. Ja. En voor jou? Maar, probeer maar een wicht te drijven hier. Maar, ja, ik zou sowieso die ander. Nee, nou, duurzaamheid. Ik denk dat daarom hebben we ook uiteindelijk een naam gekozen die inderdaad wat breder is. Omdat we nu... we hebben best wel een turbulente tijd gehad met dus ook die splitsing. Mm-hmm. En nu hebben we de rust om te kijken van oké, wat zijn nou precies die volgende stappen?
En gaat dat puur alleen over planten of gaat dat eigenlijk meer over biophilic design? Dus dan kan je inderdaad ook nagaan denken over vormen, materialen, ja, de natuurlijke aspecten terugbrengen in je gebouw. Nou, dat zou natuurlijk een hele erg logische stap zijn om daar naartoe te gaan, om die kant op te bewegen. Maar we zijn echt een beetje daar zoekende. Nou, nu aan het verkennen van ja, welke kant gaan we op? En dat heeft soms ook te maken met kansen die je krijgt. Opdrachten die voorbij komen waarvan je denkt, hey, nou, dat gaan we, ja, daar gaan we geen nee tegen zeggen. Dus dan gaan we wel, dan gaan we die kant op bewegen. Bijvoorbeeld, dat zou goed kunnen. Belangrijke les die je nog tot slot zou willen meegeven aan andere duo's die aan het luisteren zijn naar deze podcast. Als je het nou zou samenvatten, het geheim van jullie succes, zeg maar. Waar zit dat in? Vertrouwen. Voor mij. Ja. Ik denk. En dezelfde missie blijven hebben en behouden. En daar dan ook wel continu in blijven checken bij elkaar of dat nog goed zit. Ik denk niet dat je moet het nooit voor lief nemen. Want iedereen gaat door eigen processen ook in zijn privéleven. Ja. Maar ik denk dat als je daar eerlijk over met elkaar over kan praten en elkaar de vrijheid kan geven om de richtingen in te slaan die iemand interessant of mooi vindt of uitdaagt, want je moet jezelf blijven uitdagen, dan denk ik dat je heel ver kan komen. Ja, voor mij ondernemen vanuit een hogere missie of visie, die je dan gezamenlijk inderdaad ook deelt, ja, dat het heel belangrijk is dat ze een soort van je koers. En als je dat maar voor je ziet, dat je richting die groenere stad wil, of richting die duurzamere gebouwen, dan stuurt dat zich vanzelf wel. En als je daar beide 100% voor wil gaan, dan houdt dat je ook bij elkaar, denk ik. Heel veel succes met die zoektocht en die ontdekkingsreis, laten we het zo noemen, de komende jaren. En dankjewel voor dit gesprek. Ja. En dankjewel voor het luisteren. Dit was weer een Gouden Duo's. En op centraalbeheer.nl/ondernemen vind je nog veel meer informatie en inspiratie voor ondernemend Nederland. Voor nu, dankjewel voor het luisteren en tot het volgende duo.